Lang, lang geleden was er eens een schat die verborgen was in het mooie oude huis. Twee vrienden gingen op pad om deze schat te zoeken. En het begon allemaal lang, lang geleden in 1922. Toen ben ik ook geboren. En toen gingen die mensen zoeken naar de schat. Maar ik kan het wel vertellen. Maar jullie kunnen ook gaan kijken. Veel plezier. Jongens, we zijn aangekomen bij het huis van Anubis. Ja. Hallo Robin, jij bent hier ook toevallig. Dus niet omdat we elkaar hadden uitgenodigd. Hey, wat zijn we vandaag aan het doen? Wat is dit? Ik hoor dat we bij het huis van Anubis de schat gaan zoeken. Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar? Maar? Ja, de vliegende vleermuis. Hallo Walnoot en Robin, leuk dat jullie mijn map spelen. Ik ben heel lang bezig geweest om een leuke map te maken, maar het is gelukt en ik en mijn vriend hebben hier lang aan gewerkt. Ik, JustGaming209, was vooral bezig met het huis en mijn vriend Pizza Bonje, Bonjone, Boy One, oh Pizza Boy One, Bonjone, was bezig met het verhaallijn. Ik hoop dat het erg leuk avontuur wordt en laat de kijkers een cijfer van mijn map achter. Regel niks breken, bla 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 bla. Robin, ik krijg een steksteek. Wat krijg jij? Niks. Nee, helemaal niks. Nee. Je had ook een steksteek, hè? Ja, klopt. Oké, nou weet je, ik weet niet of we het nodig hebben, maar ik hou hem maar bij me. Laten we maar het huis in gaan en kijken of wij de schat van Anubis kunnen gaan vinden. Ja. Ik ben heel benieuwd. Oh, kom maar, sorry. Dankjewel. Ik moet toch zeggen, aparte stijl. Het is heel rood, al zeg ik het zelf. Ja. Ik weet niet, een aparte kleurkeuze. Maar laat ik het begin pakken hier. Hoofdstuk 1. Welkom bij de zoektocht naar de schat van Anubis. De eerste aanwijzing. Het hoogste punt waar de zon niet schijnt en de maan verdwijnt, schijnt een wand geen wand te zijn en verdwijnt. Nou, snap jij hem? Ja. Oh, nou, wat is het dan? Het hoogste punt waar de zon niet schijnt en de maan verdwijnt. En de maan verdwijnt. Oké, schijnt een wand geen wand te zijn. Oh, dus dan gok ik dat we een wand geen wand... Kijk. Het hoogste punt waar de zon niet schijnt... Kijk, de maan verschijnt. Schrijft een wand geen... Ah, ik dacht dat ik hem had. Ik denk dat we ergens door een tekening heen moeten lopen. Door een schilderij. Dat denk ik ook. Zeg maar een wand geen wand te zijn. Alleen de hoogste plek hier. De hoogste punt waar de zon niet schijnt en de maan verdwijnt. Ja, maar waar... Ja, maar laten we gewoon het hoogste punt opzoeken. Ja, maar waar slaat het maan verdwijnt gedeelte op? Ja, misschien komen we erachter in de hoogste kamer. Nee, dat denk ik dus niet. Dit is allemaal mega verdieping hierboven en zo. Met allemaal dingen. En ik weet niet wat het allemaal te betekenen heeft. Maar ik gok dat er ergens een zolder is waar de zon verschijnt. Of verdwijnt. Omdat er een dak zit. Nee. En de maan verschijnt. Nee, andersom was het. Nee, de zon verdwijnt. Wat is dit? Niet slopen? Ja, maar dat zei jij. Je zei de maan verdwijnt. Nee, de maan verschijnt. En de zon schijnt er niet. En de wand blijkt geen wand te zijn. Snap je het nou al? Nee. Niet slopen, er zit een button achter, oké. Maar wat is die kamer waar de wand geen wand blijkt te zijn? Het hoogste punt waar de zon verdwijnt en de maan verschijnt. Niet verschijnt, ja, de maan verschijnt er. De maan verschijnt er, oké. Ja, dus die is er spontaan. Ja, dus die is er spontaan inderdaad. Die is er inderdaad spontaan. Hey, waarom ligt hier een boek? Er ligt hier een boek deel 5. Oh, dan moeten we die nog even skippen. Hoofdstuk 1, deel 5. Laten we eerst maar gewoon... Hey, wacht, hierachter kan ik ook zitten. Wat is dit? H1 finale zoek Corvus in deze... Wat? Hoofdstuk 1 finale. Oh, we zijn nog niet in de finale van hoofdstuk 1. Niet? Oh, dat dacht ik. Nee. We hebben hier ook nog een hele kant, hè? Oh, dat is een minikamer. Een kelder, ben je er al in geweest? Ja. Wat was dat? Ja, niet wat we zoeken. Hey, een boek. Deel 6. Nou, dat hebben we ook nog niet nodig. We zijn het begin 1. Oh. Hallo! Ik was gewoon rustig aan het rondlopen en je kom je in de kelder ineens uit. Wat is dit? Oh, dan kom je hier. Oké. Hier kunnen we overheen. Kijk, er zit ook een kist met een diamond order in. Nou, daar hebben we nog niks aan, maar... Wat een nutteloze brug is dit. Wat zie je die brug nou weer te bashen? Ja, sorry. Ik denk dat we naar een zolder moeten. Ja, dat dacht ik ook, maar er is niet echt zoveel op zolder volgens mij. De eerste aanwijzing. Het hoogste punt waar de zon niet schijnt en de maan verdwijnt. Hè? Nee, dan zag je het weer andersom. Zeg ik het verkeerd. Waar de zon niet schijnt. Oh, en de maan verdwijnt. Jezus. Al die kijkers die jullie thuis, jullie zagen mij het al die tijd verkeerd lezen. Het is inderdaad waar de maan verdwijnt. De zon schijnt er niet en de maan verdwijnt er. Wat is dan het hoogste punt? Hè? Maar dan snap ik hem helemaal niet. Het hoogste punt waar de zon niet schijnt en de maan verdwijnt. Ja, waar schijnt een wand geen wand te zijn. Dit lijkt op een wand, maar dit zal vast geen wand zijn. Hier, zo. Oh! Oh,
door het roteren maakte de... Oh, dat was cool. Dat was cool gedaan. Kijk, hij komt terug. Gast, dit is een nepmuur. Oh, oké. Okay. Ja, nou wil ik de hint bespreken. Ik snap het niet. Okay. Waar de zon verschijnt... Nee, waar de zon niet schijnt. Ja, en de maan verdwijnt. En de maan verdwijnt hier. Ja, jezus, waar het altijd helemaal donker is. Ik snap het al. Ja, oké. Okay, en dan hebben we button. Ik ga hem voorlezen. En oké, wat nieuw boekje. Een nieuw boekje. En een musicdisc. Dat klonk heel raar, maar... Musicdisc. Oké, speel eerst de... Wat is de muziek eerst? Voor de volgende aanwijzing luister je naar dit lied. Wat je daarna moet doen, zeg ik niet. Volg dan... Nee, volg de aanwijzingen, dan kom je er wel. Hopelijk vind je het snel. Oké, nou, doe maar... Wacht even. Ja, doe maar afspelen. Oh, deel 3. Ik heb deel 3 ineens in mijn inventory. Oh, hoofdstuk dat was moeilijk. Deel 3. In dit tempo gaat het heel rap. De volgende aanwijzing ligt bij de... Nou, dat zal wel trap zijn. Hopelijk duurt het zoeken geen uur. Dus kijk nog even goed bij de muur. Oké. Oh ja. Bij de trap. Nou, hier is de trap. En dan moeten we nou deel 4 zoeken? Ja, ik denk dat het hieronder zo'n trapdoor zit. Ook al is het echt mega donker hier. Gok ik dat het onder een trapdoor te vinden is. Nee. Nee, hè? Nee. Huh? Kijk dan even goed bij de muur. Dat hebben we gedaan. Ja, kan toch ook een andere trap zijn? Ja, maar dit is de enige trap in het huis. Helemaal niet. Je hebt toch een trap omhoog? Ja, ik weet het. Okay, kijk even goed bij de muur. Heb je ze gevonden? Nee. Jawel, hè? Oh, nee, dat is niks. Dit is gewoon de kamer hiernaast, volgens mij. Of niet? Nou, dat weet ik nog net zo niet. Hmm. Hey! Hey! Hallo, vleermuis. Wat hebben we gevonden? Deel 4. Oeh, nice. Wat staat erin? Hoofdstuk 1, deel 4. De plek waar de tijd nooit stilstaat. De klok. Klik op de button. Oh, en daar kreeg ik deel 5 van. Die lag hier op de grond. In het diepste van het huis moet je nu gaan zoeken. Je hebt waarschijnlijk gereedschap nodig, dus zoek in alle hoeken. Oké, laten we eerst naar het diepste punt van het huis gaan. Dat is hier. En dan kijken wat wij hier kunnen vinden en hebben we gereedschap nodig. Ik gok dat het dan om... Hey, wacht, hier hebben we een kist met blaze powder, redstone dus, magma cream en netherbark. Kunnen we een potion maken? Hier heb ik levers. Die gaan hoezo? Deel 6 zit gewoon hierin, hoor. Oh, maar... Was... Oh. Lees jij maar voor. Okay. Ja, geef maar. Ja, oh, pak er maar. Nog in. Hoofdstuk 1, deel 6. Pak Corvus uit het kantoor, maar pas wel op voor Victor. Breng Corvus naar de torenkamer. Want dan zie je de schat. Aha. Zijn we dan al de schat? Is het zo snel gegaan? Wacht. Kom eens. Ik ga echt lachen, want ik had iets in de tuin gevonden. Kom eens. Oh nee, als de diamond oor dat is, toch? Als de diamond oor de schat is. Kijk. Ik had hier over het randje hier. Kijk, hier is diamond oor verstopt. Oh nee. Ik kan niet imagine dat dit de schat is. Nou ja, daar gaan we... Elk moment achterkomen. Als dat de schat is, ga ik zo stuk dat de diamond ore de schat is. Dan is het hele huis gewoon niet benut. Ik hoop dat er echt nog meer is dan dat gewoon. Dat betekent dat we gewoon nu al klaar zijn. Waar moesten we ook heen? Corvus. Ja, Corvus die was hier. Die moesten we pakken. Kijk, hier. H1, zoek Corvus in deze kamer. Oh, Corvus is hier ergens. Ah, hier. Corvus. Gevonden. Oké, okay, dan moeten we nu naar de torenkamer. Naar de torenkamer, inderdaad. Waar is de torenkamer? Is dat helemaal bovenin? Dat denk ik wel. Maar dat is gewoon een zolder, dit. Dit is nog niet specifiek de torenkamer. Niet slopen. Maar is de... Wacht. Breng Corvus naar de torenkamer. Oh, die moet hierin waarschijnlijk. Zou ik hier de Corvus in doen? Hier komt hij. Zo, hoppa. Ik denk niet dat het is. Ik denk het ook niet. Nee. Breng Corvus naar de torenkamer. Maar pas wel op voor Victor. Wie is Victor? En is dit de torenkamer? Ja, dat moet toch wel? Hey, ik heb hier... ik weet niet of je die hierin moet. Corvus. Ja, kun je even van buiten kijken. Is dat de torenkamer? Dat is de torenkamer. Dat kleine kamertje daar, zie je? Mm-hmm. Laten we daar kijken of we daar iets kunnen vinden. Oh, want dat is de toren. Dat is toch gewoon hier? Dat is gewoon dit hier. Of is dat beneden? Ja. Is dat... Oh, dat is hier. Oh. Dat was hier. Nou, Corvus, kom op. Oh! Hij is geëxplodeerd. Hij explodeert. Het is een kist geworden. Een graal. En hoofdstuk 2. Dit is een hoofdstuk 2, Robin. Oh jee. Hoofdstuk 2, deel 1. Zoek bij de tijd. Maar het verborgen boek, die leidt naar de geheime kamer. Oh. Zoek bij de tijd. Hier. Het verborgen boek, die leidt naar de geheime kamer. Welk verborgen boek? Zoek bij de tijd. Ik ga nog een keer hier op de button klikken. Kijk omlaag. We hebben in ieder geval al een graal. Hier zit niks in. Wat heb je? Huh? Doe nog eens. Wacht, doe nog eens. Kijk, er gebeurt hier iets met dit. Draai er eens aan. Kijk. Huh? De fire charge heb ik. Kijk wat hier gebeurt. Hier zit niks in. Ja, maar kijk hier nou. Ja, ik kan toch niet kijken als ik die kist openmaak? Oh, dat gebeurt elke keer als je die kist... Oh. En ik heb het alleen, hij is leeg. Als het na leeg, zat een fire charge in. Dus die heb ik. Oh, oké. Okay. Maar we hebben sowieso nog een boekje nodig.
Maar is dat de verborgen muur dan of zo? Nee, kijk bij de tijd, zei hij. En dit is de tijd. Kijk bij de tijd. Oh, hier, hoofdstuk deel 2. Ik heb hem. Hoofdstuk 2, deel 2. Ergens in de duisternis is een verborgen knop. Zoek het en zeg de spreuk hardop. Oh, die spreuk, okay. Die weet ik. Echt? Heb je de knop ook? Oh. Huh? Huh? Dat klopt niet. Ik wil naar de kelder. Dit is de kelder niet. Er is geen kelder meer. De kelder is verdwenen. Huh, maar... Waar zijn we nu dan als we hier naar boven gaan? Is die er ook veranderd? Een hopper. Een hopper. Met daarin een zombiehead. Laten we die zombiehead hierin doen. Oh, er zit hier iets in. Een sleutel. Jezus, alles gaat door elkaar. Ik vind het heel, heel verwarrend worden nu ineens. Wacht even, rustig aan. Ik word een beetje overprikkeld, moet ik zeggen. Oké, ergens in de duisternis. Laten we de duisternis opzoeken. En dan de verborgen knop. Jij kent de spreuk, zei je? Ja, zeker. En dan zeg jij hem hardop. Gaan we eerst terug hierheen. Maar waar is de duisternis? Ja, bij de kelder, zou je zeggen. Oh, dan moeten we via buiten de kelder in. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik ook. Nee, ik weet het beter dan jij. Ja, dat klopt. Huh? Huh? Er is geen kelder meer! En waar is de diamond door? Die is er nog, gelukkig. Is er nog een brug? Nuttig? Ja. Waar is de kelder? Hij is helemaal afgesloten. Goh, er is echt veel meer dan we hadden verwacht dat deze map zou geven. Ja, ik dacht dat we al klaar waren. Ja, ik dacht dat we al klaar waren. Zit hier achter iets, misschien. Wat moesten we nou doen? Wat moesten we doen? Mosterd. Hier zit ook niks. Ja, in de duisternis. Oh, laten we misschien naar zolder gaan. Misschien komen we op die manier in de kelder. Dat het de reversed psychology is, weet je? Oh ja. Hoe cool zou dat zijn? Ja, best cool. Ja, ik zou het best wel cool vinden. Als we op die manier in de kelder komen. Waar ben je heen? Ik ben naar de kelder! Ja, maar ik niet, nu ben ik weer op zolder! was ik in één keer weer op zolder. Wacht, ik moet helemaal heen en weer lopen de hele tijd. Nou, nu gaan we ook gewoon weer de kelder. Ja, nu is de kelder er wel weer. JMG. Huh? Wat? Er is niks veranderd. En het is niet meer duister hier. Oh, het wordt donker hier. Of ligt het erbij? De enige knop die ik zie, die is hier. En zegt de spreuk. Oh. En er staat nergens dat je het nu niet mag slopen. Ja, dat klopt. Maar nee, de regels waren sloop niks. Want waar gaat dit heen? Oh, dit is nu inderdaad dicht. Nou, misschien dat je het mag slopen, maar... Nou, de regels zeiden inderdaad van niet. De regels zeiden inderdaad niet slopen. Hier is de sleutel. Moet je die niet hier opdoen? Want deze carpet ligt hier heel raar. Zou ik die sleutel erop doen? Komt-ie. Nee. Nee. Ik heb ook nog een graal. Misschien is dat de eerste schat die we hebben gevonden. Wat is een graal? Ja, misschien is dat de eerste schat die we hebben gevonden. Ik hou hem gewoon bij me netjes. Wat moesten we nou doen? Ik weet het niet meer. Ik ook niet. Ergens in de duisternis is een verborgen knop. Zoek het en zeg dan de spreuk hardop. Dan zegt de spreuk maar hardop. Ik loop graag met mijn voeten in het gras. Hocus pocus, ga weg dit glas. Werkt het net? Hij doet het niet. Ja, maar... Hè? Snap het niet. Nog een spreuk. Ik weet er nog wel een. Nou? Gevonden in het donker is deze knop. En ik zeg bij deze de spreuk hardop. Hij doet het weer niet. Hij doet het weer niet. Maar wat nou als we dan weer gewoon naar boven gaan? Ja, en dan? En nou naar zolder willen? Ik snap er helemaal niks meer van. Ik ga wel weer naar zolder. Kijk wat er op zolder te doen is. Toch wel fijn dat ik die 64 steek heb gekregen. Ja, daar ben ik ook wel blij mee. Nog niet gebruikt, maar ik ben er wel blij mee. Die hopper hier is ook weer ineens weg. Hier is de knop. Knop. In het donker. Ja, dat is... Jotie, Hattie. Ik hou de knop in de gaten. Ik weet het niet. En nu? Ik heb op de knop geklikt. Maar is dat een knop? Weet ik niet. Ik heb op een knop geklikt. A few moments later. Robin? Ja? Ik heb nog steeds al deze gekke dingetjes hier. Dus ik ga gewoon, want hier zitten drie dingen in. Ja. Ga gewoon potions van maken. En dan ga ik kijken of we er iets mee kunnen. Misschien dat we wel... Ik weet niet namelijk niet eens wat voor potion dit is. Met redstone maak je volgens mij hem langer. Volgens mij wel. Magma cream. Ik weet niet wat magma cream is. Is dat fire resistance of zo? Ik denk namelijk dat het deze knop hier is. Alleen ja, hier kunnen we niet bij, want er zit glas voor. Maar er werd wel gezegd, je hebt gereedschap nodig misschien. Ja, daarom. En ik heb een fire charge en ik heb een sleutel. Oké, nu hebben we potions of fire resistance. Ik ga ze ook langer maken. En dan bewaren we ze even hier. Ik denk dat dat voor de toekomst is. Maar, wat er wel is gezegd, een verborgen knop ergens in de duisternis. En deze vind ik nou niet echt verborgen of zo. Hier achter het glas. Nee, ja. Maar ja, wel verborgen of zo beneden. Ja. Ja, oh ja en nee. Oh, er gebeurt wat! Wat is er aan de hand? Er gebeurt wat! Waar ben je? Waar ben je? In de kelder, in de duisternis. Ik kom eraan. In de duisternis, ik kom eraan. Ja? Wat? Ik drukte op deze knop, want deze had ik helemaal niet gezien. Nee, die zat er helemaal niet. Ja, wel dus. Huh? Oké, maar en toen ging deze koelkast naar rechts. Er zit nog een knop hier. Oh, mijn god! Wat is dit? Wow, ja, deze ging eerst helemaal naar rechts. Oh, my days. Hebben we die serieus niet gezien? Oh, doei. Oh, hij gaat weer dicht. Gast, wat een lijn. Nee! Oh, nu kunnen we het nog een keer doen. Deze moet open. Dan die. Gast, wat cool dit. Rennen! Wat is dit? Komen we er nog wel uit? Komen we er nog wel uit? Doei!
Nee! Oh mijn god, ik zit opgesloten. Volgens mij kom je er namelijk niet meer uit. Wacht even. Plaats de gevonden spullen in de itemframes. Ja, ik heb Fire Charge, een graal en een sleutel. Ruf, Neget, Eiknart. Oh, wat is andersom? Maak een drankje tegen vuur. Ja, die heb ik. Die ligt bij jou. Liggen de drie. Moment dan. Blijf jij daar voor de zekerheid? Ja. Oké, drop het maar. Hoi. Dankjewel. Doei. Doei. Bedankt voor uw bestelling en tot de volgende keer. Ja, geen probleem. Maar... Nee! Oké, maar wat zijn de gevonden spullen? Ik heb zoveel gevonden. Een graal, een fire charge, een sleutel en een potion. Is het goed? Oh! Help! Robin! Ja? Ik ben in één keer in de sandstone-ruimte. Oh, er gaat een deur open hier. Ja, nou, veel plezier daar dan. Dankjewel, ik ben bij schat. Hier moet een graal in, maar die heb ik daar al in gestopt. Wat zijn de gevonden spullen? Auw! Oh, dus dat... Oké. Moment. Oh, ik krijg van alle soorten pijn, Robin. Waar ben jij? Ja, bij de schat hier. Alleen ik krijg damage en weet ik wat allemaal. Ik heb de graal nodig en die heb ik achtergelaten. Oh, ik krijg ook damage. Oh, nu kan niet meer. Kan jij hierheen komen met de graal? Nou, dat zou wel kunnen. Alleen, er staan hier nu allemaal bordjes met 20 gevonden spullen, zeg maar. Ja. En daar staat... Auw! Auw, ik krijg van jou die damage. Oh mijn god, wat is dit? Auw, hou op! Ik doe niks! Max? Waarom krijg je zoveel damage? Stoppen! Max, er is hier een... Max, help! Er is hier een ding ontploft achter het kantoor met een hoofd. Ik krijg damage! Ik zit in de schatkamer. Ah! Ah! Het gaat heel... Een artefact heb ik nu gevonden. Ja, ik ga door. Ik zit hier Ik snap vast, het ook niet. Dus wacht even rustig aan. We doen wel even de magische spreuk. Robin? Ja? We zijn samen terug hier, alleen het doet heel veel pijn. Het doet heel veel pijn. Ik heb hier een flesje water uitgehaald. We rennen door. Waar ben ik? Want dit is jouw plek. Ik ben terug naar jou toe gekomen. Dit is ook een... Er zat ook een flesje water in. Wat is dit? Waar zijn we ineens? Ik snap ik er echt helemaal geen idee van. Ik weet het niet. Wat moeten we hierin doen? Een stukje vlees moeten we hierin doen. Oh ja, klopt. Neem het water mee. Nog een watertje. Wat gebeurt er allemaal? Wat zijn de buttons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Licht Ja, dat was een goeie. Ja, was dat een goede volgorde? Nee. Ah. Ik snap er echt heel even niks meer van. Ik ook niet. Het is zo verwarrend allemaal. Waarom heb je Steve op je hoofd? Weet ik veel. Heb ik dat? Ja. Oh. Ik snap het niet. Ik kom terug naar die ruimte van net. Naar de schatkamer. Ja, maar daar is niks meer. Ja, daar had ik een graal nodig. Oh, daar. En die had ik, maar die had ik eerder weggestopt. Ja, die heb ik weer. Heb jij die graal? Ja. Echt? Ja, dat is allemaal ontploft daar. Oh, maar die heb jij dan. Robin, mag ik van jou de graal en alle andere spulletjes? Dan ga ik terug naar die schatkamer van net. Dat mag. Want jij hebt de graal nu inmiddels. Ja. Wat moet je nog meer hebben dan? Doe ook maar de sleutel. Wat was het? Dan ga ik wel terug naar die ruimte van net. Oké, dan ga ik hier verder. Ja. Robin, ik ben er weer. Ik ga de graal er nu ook gewoon in doen in de hoop dat het werkt. De graal. Ja, hoppakee. Ja, en ik ben er ook. Hallo? Nee! Oh, daar gaat de tombe open. Oh, dit ziet er cool uit. Oh, oké, wat zit erin? Lace en een brown shulker box. Oké. Dan ga ik hier zo snel mogelijk weer uit. Lace, doe eerst maar even het lace. Uitleg. Zet de shulker box op zolder. Pas. Op zolder pas neer. Oké, wat zit erin? Anubis 1. H3 deel 1 en Anubis mini 1. Oké, dan ga ik alle andere boekjes weg. Toen heb ik alleen nog de sleutel. En dan heb ik de shulkerbox. Dan ga ik terug. Oh, ik ben terug bij het huis, Robin. Maar moet ik nou door? Ik snap het niet. Nee, kom mee terug. Ja, maar... Ja, bij jou is er van alles ontploft. Hier, kijk, hier ben ik. Ik ben naar de tempel gegaan en jij bent in één keer hier. Auw! Kom hier, kom terug. Nee, want ik kan hier doorlopen, nu. Met nog een artefact. Auw, auw. Nee, blijf daar, want anders krijg ik die damage. Nee! Ik ga rennen. Want ik moet naar het einde. Nee, niet eraan komen. Kom nou. Hou nou op. Nee, ik ben er al. Wat is dit? Een of andere luik. Oh, nee. Ah, ik voel me net een spin. Gadverdamme. Wat is dit? Wat is dit? Wat was dat? Weet ik niet. Wat is dit? Oh, ik voel me ook net een spin. Wat is dit? Gadverdamme. De traan van Isis. Is weer terug. Oh, nu ben je misselijk ook. Bedankt voor het spelen van de map. Maar we hebben de shulkerbox nog. Bedankt voor het spelen van de map. Maar we hebben de shulkerbox nog. Ah. Waar zijn we nou? We zijn weer in de kelder. Ah! Nee! Robin, klik op de knop. Nee! Ik ben er ook. De knop, klik erop.
Huh? Hallo. Wat zijn we nou? Op de zolder. Klik op de knop. Oh, we zijn eruit. Oh, maar dit is een soort teleporteermachine of zo. Maar nu zijn we weer hier. Ik snap het niet. Waar ben jij? Help! Wacht, ik kom naar zolder. Help! We hebben nog een bruin shulkerbox die we moeten gebruiken. Help! Ik ben op zolder. Kom eraan. Help! En we hebben ook nog een sleutel, Robin. Ja, het is allemaal goed met je. De shulkerbox vast. Help nou! Oh, klik op die knop. En nu ben je weer in de kelder. Oké, hier is de shulkerbox. Ga plaatsen. Anubis Mini, deel 3 en Anubis Tau. Oké, hoofdstuk 3, deel 1. Zet de Anubis Mini op de hopper op zolder en zoek de artefacten in de geheime gang. Ja, maar dat hebben we al gedaan. Stop. Oh, die heb ik allemaal. In Anubis Mini, dan krijg je een voorwerp. Dat voorwerp ligt ergens in het huis en daar vind je de aanwijzing voor de proef die je moet doen. Oké, dus Anubis Mini plaatsen we hier op. Dan daarin. Wat moesten alle artefacten moet jij hierin doen, Robin? Ja. Kom nou. Ja, maar. Ik slaap het al gewoon. Hier, kom. Niet slopen. Ja, dat staat er. Maar doe, kom dan. Stop het erin. 1, 2, 3, 4. Ik heb een iron chestplate. Dankjewel. Ja. En nu? Wat nog meer? Dat wat was het. Hè? Dat voorwerp ligt ergens in het huis. En... Oh, een iron chestplate. En dat voorwerp ligt ergens in het huis. En daar moeten we de volgende aanwijzing vinden. Maar stond al bedankt voor het spelen voor de map. We hebben de map eigenlijk al klaar. Nee, we hebben hem nog niet klaar. Kijk, hier, dit. Hier, dus hierachter zit iets. Ja, een kist. Oh, wat is dit? Huh? Dit is een machine. Moet je in de kist kijken. Is dit een code of zo? Is dit een code inderdaad? Met groen. Ja, ik snap hem al. Wat snap je? Hoe gaat het? Nee, ik snap het niet. Wat moeten we doen? Oh, ergens moeten we die code gebruiken. Alleen hebben we dat niet al per ongeluk gedaan? Hebben we niet al op de zaken vooruitgelopen? Ja, dat denk ik wel, maar ja. Ik denk dat we al klaar zijn namelijk. Ik heb ook nog een Anubis-touw. Ik heb een sleutel. Hoe heb jij die dingen laten ontploffen dan? In die kamer hier? Ineens ontplofte het. Ineens ontplofte. Ze zeiden helemaal niks. Nee, want hier stonden ook ineens allemaal andere bordjes. Met allemaal anderste, achterste, voren teksten en alles. Ja, want ik was geteleporteerd. En toen zaten hier al die artefacten in. Voor de proef die we moeten doen. Ja, maar... Ja, maar dat is de aanwijzing? Het is midden, boven, midden, onder? Of zo? Midden, boven, midden, onder. Ik snap het niet. Ik ook niet, Max. Midden, boven, midden, onder. Maar met wat? Wat stond er nou in het boekje? Ja, dat we daar het voorwerp dat we uit die dinges kregen, daar is een aanwijzing. Dat was die chestplate. En daarachter lag dus de aanwijzing voor de proef die we moeten doen. Ah, wacht. Ik snap het al. Wat denk dan? Ik. Nou, dan moet je even met me meekomen. Ja? Kom maar even met me mee. Namelijk, hier. Ik weet niet of dit nog kan. Denk het niet. Maar hier lagen allemaal pressure plates. Oh, en in die volgorde moest je er overheen springen. Ja, alleen omdat ik zoveel damage kreeg, sprintte ik hier overheen. En toen was ik aan de overkant. Dus uiteindelijk hebben we hem wel gewoon gehaald. Yay! We hebben hem gehaald, jongens. Oh, wat zijn we blij dat we hem gehaald hebben. Robin, we mogen naar huis. Ja. We mogen uit het huis van Noobis. En wat is dan de schat? Heb jij een traan of zo? Ja, de traan van... Isis. De traan van Isis hebben we. Oh, gelukkig, want ik wilde niks zo graag. Ja, ik ook. Oh, laten we ik wilde hem zo ontzettend graag. Wil jij hem of... Oh. Ja. Oh, heb je nou kapot gegooid? Oh, ik moet naar huis. Ja, maar jee. En zo eindigde het verhaal van de twee goede vrienden die op zoek gingen naar die mooie schat. Ze hebben elkaar na dit avontuur nooit meer gezien. Want ik moet je zeggen, het verhaal herinnerde ik me minder chaotisch. Maar... De traan was gevonden, de vriendschap was getest en mislukt. En daar eindigt het mooie avontuur. Wel trusten.